Ik ben Romeo Vermaand, 19 jaar, spits bij Club Brugge. Romeo Vermaand in één woord. Uniek. Ik denk door de energie die ik bij personen bijbreng. Als ik mezelf ben, dan denk ik dat ik een soort van vibe heb dat je gewoon blij van wordt en waar dat je zelf energie van krijgt. Dus in die zin van het woord uniek. Mijn papa is Sven Vermaand. Hij heeft 7 tot 8 al seizoenen bij Club Brugge gespeeld. 3 seizoenen of 4 seizoenen bij Schalke. En hij is begonnen bij KV Mechelen als profvoetballer eigenlijk. Duitse invloed weet ik niet echt, maar zowel mijn ouders als mijn zus spreken eigenlijk bijna perfect Duits. Ik heb daar niet zo superveel van opgestoken, maar ik versta wel het een en het ander in het Duits. Goh, een heel sociaal persoon die met iedereen eigenlijk goed om kan gaan. Ik ben heel open. Mensen kunnen ook echt op mij vertrouwen, maar ik hou mijn cirkel een beetje klein. Misschien bewust, opgevoed ook door mijn ouders zo. Dus kleine cirkel, heel veel vertrouwen en een heel open persoon. Als voetballer, misschien een beetje anders op het veld. Wel zelfbewust, een agressief type, een energiek type. En iemand die graag scoort. Ja, dat zeker weten. Ik ben een echte winnaar. Dat gaat van spelletjes op training, proberen te winnen. Als ik niet win, dan word ik heel kwaad soms. Tot op de match natuurlijk alles ervoor doen om te winnen. Ja, ik ben inderdaad wel gelovig. Het gaat niet tot in de diepste diepte dat ik elke zondag naar de kerk ga. Maar dat is iets... mijn oma was ook altijd gelovig. En ik heb het daar eigenlijk wel... van, moet ik het zeggen, meegekregen. Beetje wel, ja. Maar nee, ik ben inderdaad wel gelovig. Groepsfeer is zeker goed. Je zit hier ook met een bepaald doel. En dan laat je je club even, ik ga niet zeggen achterwege, maar je zit met het doel voor te kwalificeren voor het Europees kampioenschap. En dan ga je daar allemaal met z'n allen samen voor. En dan verdwijnt het clubgegeven eventjes. Een droom van mij was, of is misschien ook om vastgoedmakelaar te worden. Ik ben heel geïnteresseerd daar wel in. Dus misschien na het voetbal, dat er daar een soort van carrière in zit voor mij.